zonder schade. Met plezier. Dat zal ik doen, pa. Zeg het tegen. Waarom? Om een zonen van Arthur Miller. Het stuk heeft me geraakt toen ik het gelezen had. Ik speel Joe Keller. Ik speel een staal baron. In Amerika, 3 jaar na het einde van de oorlog. Het gaat over de verantwoordelijkheden die mensen moeten hebben ten aanzien van een oorlog. In de oorlog en na de oorlog. Ik speel Chris Keller. Ik ben de zoon van Joe en Kate Keller. Ik heb samen met mijn broer Larry in de oorlog gevochten. Alleen ben ik alleen teruggekomen. En Larry is nog steeds vermist. De jongste zoon Chris is teruggekomen. De oudste zoon Larry niet. Die is als vermist opgegeven. In tegenstelling tot de rest van de mensen om Kate heen, houdt Kate enorm sterk vast aan de overtuiging dat Larry terug zal komen. En alles wat die hoop, die overtuiging voedt, daar klapt zich aan vast. Ik speel Anne Deaver, de dochter van Steve. En ik kom naar de Kellers toe om met Chris te trouwen. Ik was bijna getrouwd 2 jaar geleden. Waarom ben je dan niet getrouwd? Ja, jij begon met schrijven. Je voelt het toen al iets zo lang geleden? Elke dag vanaf de... Wat betekent dat, verdomme, de business? Wat bedoel je, je deed het voor mij? Heb jij geen vader? Ben jij niet van deze wereld? Wat ben jij, verdomme? Jij hebt hier niets te zeggen. Ik heb hier van alles te zeggen. 3,5 jaar praat jij als een waanzinnig. Niets heb jij hier te zeggen. Nu zeg ik het. Hij komt terug en iedereen moet wachten. Jij bent zelfs geen dier. Een dier dood zijn eigen soort niet. Wat ben jij? Wat moet ik doen met jou? Ik zou je tong uit je mond moeten rukken. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Jezus Christus! Waarom heb je niks laten weten? Ik heb op je gewacht.